Het is zaterdagavond, een uur of 8. Ik ben net klaar met mijn hockeywedstrijd. Bijna al mijn teamgenoten gaan dan naar huis, maar ik besluit om samen met een vriendin nog één drankje te doen op het terras van ons clubhuis. Twee andere jongens uit de A1 en hun coach hebben hetzelfde idee, dus we sluiten ons bij hen aan. Het is zo gezellig dat we helemaal niet doorhebben dat we de laatste 5 mensen op het hele hockeyclub zijn. Althans, dat denken we. Opeens komen er 2 jongens het terrein opgelopen. Ze leken 16, misschien 17. Ze hadden iets vast, maar ik kon niet goed plaatsen wat. De lampen van de velden reflecteerden op hetgeen wat ze vast hadden. Messen. Zo snel als we konden, renden we het clubhuis in. Gelukkig waren de rolgordijnen van de ramen al naar beneden, dus we hoefden alleen nog maar de deur op slot te doen. Na een tijd gingen de jongens weer weg. Dit liep gelukkig goed af. Helaas is dit in de regio Utrecht niet altijd vanzelfsprekend. Utrecht, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, dé broeikas van de Nederlandse jeugd. Criminaliteit. Van misdrijven, tot van steekpartijen of liquidaties, ontploffingen, gecreëerd door een jeugdige, daar kijk ik niet meer van op. En het enige wat mij verteld wordt is, kijk uit. Als ik even een boodschap moet doen bij de supermarkt, moet ik mijn scooter al op kettingslot zetten. Als ik klaar ben met een feestje en ik zit achterop bij een vriendin naar huis, heb ik altijd een busdeo in mijn hand. Als het 7 uur 's ochtends of 11 uur 's avonds, de jeugdcriminelen hebben lak aan alles. Maar ik moet gewoon uitkijken. Ervaren criminelen zoals Ridwan Taghi, geboren en getogen in Vianen, creëerde het criminele pad dat vandaag de dag nog steeds bewandeld wordt. Maar dan door de jongere generatie. Ja, gastjes op de nieuwste, duurste Vespa's met Gucci en Louis Vuitton accessoires. Oh, en ook niet onbelangrijk, de keukenmessen van 40 centimeter die ze onder hun dure para-jumperjassen verbergen. Maar ik moet gewoon uitkijken. Ik kijk onderhand wel uit. Waar ik ook ben, met wie ik ook ben, ik kijk altijd uit. Maar hoe moet dat met onze zusjes, met onze broertjes? Mijn zusje is nu 12. Ik kan er niet over nadenken om te beseffen dat zij straks ook met een busdeo ergens naartoe moet fietsen, omdat ze bang is dat ze van haar fiets af wordt getrokken. Er is één ding wat ik echt hoop, en dat is dat al onze broertjes en zusjes niet bang hoeven te zijn dat ze neergestoken worden als ze op de hockeyclub zijn.